bij Tiel aan tafel. Vandaag ga ik natuurlijk spreken met mijn kritische vrienden, maar ik ga eerst uitgebreid in gesprek met Wil van Ree. Welkom Wil, je bent natuurlijk al veel vaker bij ons in de uitzending geweest. Vrienden van Suriname, dat is jouw ding. Mensen die nog niet precies weten wat die stichting doet, kun jij dat nog eens in het kort uitleggen? Nou, primair proberen we de Nederlanders wat meer kennis te laten maken met Suriname en de Surinaamse bevolking. En dat doen we door bijvoorbeeld informatie te verschaffen, zoals nu. Of studenten stage te laten lopen in Suriname. En daarnaast proberen we hulpgoederen die we hier verzamelen te verschepen naar Suriname. Want er is een enorme armoede in verschillende plaatsen van Suriname. En dan proberen we met name de jongeren te helpen door schoolmeubilair en sportkleding te verschepen. En de ouderen door bijvoorbeeld rolstoelen, incontinentiemateriaal en verband en dergelijke te sturen. En om aan te geven hoe groot de nood is, incontinentiemateriaal, dat is voor ons eigenlijk een gewone zaak. Je krijgt gewoon een paar dozen als je dat toevallig hebt, nodig hebt en dat is geen enkel probleem. Maar daar moeten ze per stuk kopen. Eentje. Dus je begrijpt hoe moeilijk dat is. Ja, dus het is gewoon nog steeds keihard nodig. Ja, het lijkt er haast wel op dat het steeds moeilijker wordt in Suriname, ja. Heb je enig idee waar dat door komt? Hoe dat zit? Ja, de economische malaise die is natuurlijk wereldwijd geweest, maar het lijkt erop alsof dat in Suriname nog wat verder doorwoedt, ja. En dat is heel pijnlijk. Ja. En wat doe jij nu op dit moment met die stichting? Nou, we proberen natuurlijk ook wat sociale aspecten, sociale doelen te realiseren. Met name bijvoorbeeld bouw van schoollokaaltjes. Maar het ontbreekt ons eigenlijk aan geld om dat te verwezenlijken. En daarom is eigenlijk de hoofdactiviteit is het versturen van hulpgoederen. En het lukt ons nog steeds om 3-4 keer per jaar een sponsor te vinden, of meerdere sponsoren, om een zeecontainer daar naartoe te verschepen. En je moet je voorstellen dat elk container, het is overigens wel een hele grote, een 40 voeter, het verschepen kost ongeveer €2500. Ja, dat is geld. Dus dat is niet eenvoudig om dat telkens maar weer te realiseren. Dus naast goederen zijn ook sponsoren dus heel erg welkom. Ja. En wat dat betreft, onze stichting, de Vrienden van Suriname, is een door de Belastingdienst erkende stichting, een zogenaamde AMBI-stichting. En dat betekent dat eventuele giften aftrekbaar zijn van belastingen. Dat is ook wel eens interessant. Nou ja, dat is natuurlijk heel interessant om te weten, inderdaad. Die container die wordt gevuld met spullen. Ja. Zijn er nu op dit moment spullen echt heel erg actueel nodig? Tekort? Iets waar nu de nadruk op ligt? Nou, het punt is, ik krijg regelmatig verzoeken, specifieke verzoeken om hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn een student die problemen heeft met zijn ogen en een speciale bril nodig heeft. Of een ander die op de LTS zit, de lagere technische school, en bepaalde hulpmiddelen op school nodig heeft. Maar nu, en daar proberen we dan aan te voldoen. Dat is echt specifiek. Ja, en, ja. Nu hebben we het verzoek van een groep vrijwilligers. Die groep is bezig om jongeren eigenlijk ook van de straat te houden en wat te doen te geven door ze met hen te sporten, onder andere te judoën. En ze vragen wel, als er nou in Tiel en omstreken nog mensen zijn die toevallig nog een judopak heeft en misschien ook nog een judomat, zou dat heel erg mooi zijn. Judopakken? Ja, judo, jiu-jitsu pakken, of net hoe je het noemen wilt. Ja, van die witte pakken, ja, en ja, waar je dan zo'n band omheen kan knopen. Ja. Oh, dus er wordt nu volop gejudo'd. Ja, dat is weer gaat weer volop gejudo'd worden. Ja, dan komt zo'n verzoek binnen en dan probeer je daar aan te voldoen. Oké, okay. Nou, dan gaan we sowieso dan even op camera zeggen. Judo pakken. Ja? Judo pakken. Ja. Maar Wil, jij doet natuurlijk veel meer, hè? Ben jij pas nog weer in het buitenland geweest? Of heb je nog een mooi voetbal? Ja, zoals je weet, ik ben voor de FIFA regelmatig actief als security manager tijdens wedstrijden, met name voetbaltoernooien, WK's. En het laatste toernooi dat ik meegemaakt heb, dat is in Jordanië geweest. Het is op zich wel opmerkelijk, omdat het was een vrouwentoernooi. Een vrouwentoernooi? In Jordanië. En dan blijkt toch dat je met voetbal weer veel kunt doen, want
De koning van Jordanië heeft met name aan de FIFA verzocht om dit toernooi te mogen organiseren om de positie van de vrouw te verbeteren. En daar heeft de FIFA aan meegeholpen. Maar omdat het natuurlijk toch Jordanië een wat risicovol land is, heeft men er ook veiligheidsmensen naartoe gestuurd. En ik moet zeggen, het was een bijzonder goed georganiseerd. En jij bent daar dus weer bij betrokken geweest, ja. Voor al die veiligheidsaspecten. Ja, voor die veiligheidsaspecten. Ja. En het is allemaal goed gegaan. Ja, en heeft het ook inderdaad gebracht wat de bedoeling was? Ik denk het wel. De bedoeling, zoals ik al zei, was natuurlijk de positie van de vrouw te verbeteren. Je moet niet vergeten dat ik ontmoette daar, misschien dat is wel leuk om te vertellen, ik ontmoette daar een dokter, een vrouwelijke dokter uit Iran. En die vertelde mij dat ze 5 jaar geleden, was het zelfs verboden om vrouwen in een stadion kwamen laten staan voetballen. In Iran dan. En de FIFA heeft haar toen aangesteld bij een jeugdwedstrijd als dokter. En daar was men in eerste instantie nogal wel op tegen. Maar de FIFA heeft gezegd, wij stellen haar aan. Ze heeft de kwaliteiten, de capaciteiten, wij stellen haar aan. En als je dat niet doet, dan betekent het dat wij dat jullie niet meer accepteren. Zodat het eigenlijk geprest werd om die vrouw toe te laten. Ze vertelde mij, dat is toch wel leuk om te horen. Ze vertelde mij dat ze toen de eerste keer het stadion binnenliep, dat zat vol, was ze stil. Want iedereen zag daar ineens een vrouw rondlopen. En dat was gewoon ondenkbaar. Ja, en 10 minuten later was ze weer naar binnen gegaan, kwam ze weer naar buiten en kreeg ze staande applaus. Ja, en ook qua alle veiligheidsaspecten is dat ook allemaal probleemloos verlopen. Ja. Want het is toch altijd wel spannend en vooral in deze tijd. Ja, het is altijd, dat soort landen is altijd een beetje tricky. Ik weet nog wel, vorig jaar was ik in Bangladesh en het was net dinsdags moesten men spelen tegen Australië. Australië had er eigenlijk niet zoveel zin in, gelet op de problemen die men in Bangladesh had op het terroristisch gebied. En de zaterdag daarvoor was nou die aanslag op het stadion in Frankrijk. Dus je begrijpt, dat was nou eens een keertje extra druk om dat heel goed te organiseren. Dus het speelt, zoals je zelf zegt, dat speelt ontzettend mee. Ja, want iedere keer als je dan naar een ander land moet, is ook een andere cultuur. Daar moet je toch iedere keer weer in verdiepen. En natuurlijk zijn er protocollen die overal gelden. Ja. Maar het zal per cultuur ook anders zijn. Maar feit is natuurlijk wel dat je daar komt en duidelijk laat merken dat je bezig bent om ze te helpen. Dat je eigenlijk jouw doel, het is hetzelfde als hun doel, namelijk een organisatie neerzet. Waardoor de wedstrijd zonder problemen kan verlopen. En dat is mijn doel ook. En toevallig heb ik wat meer ervaring dan de doorsnee politieman in zo'n land. Maar zij hebben weer de menskracht natuurlijk. Ja, en want jij hebt mensen ook inderdaad heel veel dingen geleerd. Hè? Ja. Ja. Doe je dat nog steeds? Ja, dat doe je natuurlijk sowieso op ieder toernooi waar je komt. Ja, ik probeer dat wel. Ik probeer dat wel te doen. Want ik denk, ja, dat is ook toch een stukje dat je probeert je kennis en kunde, probeer ik in ieder geval over te dragen. Ja, en stuit je wel eens op weerstand dan? Nou, we doen het altijd zo. Nee, dat valt wel mee. Ten meer ook omdat natuurlijk een wereldkampioenschap, zoals je ook al zei, zijn eigen regels heeft. En een wereldkampioenschap met eigen regels betekent dat niemand ooit eerder daarmee te maken heeft gehad, van de lokale organisatie bedoel ik dan. Dus je kunt dan zeggen, ja kijk eens, dit is de regels van de wereldkampioenschap, dus het zij zo. Ja, ja, en dan heeft iedereen natuurlijk respect daarvoor, dat kan ook niet anders. En wat gaat het nog brengen voor jou? Heb je nog iets op de planning staan? Ik word uitgenodigd door de FIFA, altijd. Dus en tot op heden is dat toch elk toernooi waar veiligheidsmensen waren, ben ik voor uitgenodigd. En nu hebben we er 3 op de rol staan dit jaar, waaronder de Confederations Cup in Rusland, hè, zeg maar de voorloper van het WK. En India onder andere. En ik hoop dat ik in ieder geval voor 1 van die toernooien een uitnodiging krijg. Ja, want je ziet ook wel heel veel, hè? Ja, ik vind dat ook leuk, omdat je dan ook andere mensen en andere culturen meemaakt, waardoor je niet alleen veel ziet, maar ook ook weer heel veel vrienden maakt, ja. Wel, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek en heel veel succes met alles toewensen. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Binnenkort wordt er een nieuwe burgemeester aangesteld bij de gemeente Neder-Betuwe. En dat brengt ons bij de discussie, is een
burgemeester op deze manier aanstellen nog van deze tijd? Of wordt het tijd voor de gekozen burgemeester? We gaan het daarover hebben met Jan Wolberg en Astrid de Groot. Kritische vrienden, welkom. Jan, dan wil ik bij jou beginnen. Is dat nog van deze tijd? Nou, op de eerste plaats wil ik wel zeggen dat ik erg content ben met de keuze voor deze burgemeester die hier uit de hoge hoed gekomen is. Als het gaat om het systeem, hoe dat tot stand gekomen is, dan ben ik er wat minder gelukkig mee. Omdat ik toch denk dat de burger daar wat meer invloed op zou moeten kunnen hebben. Op dit moment is het nog erg ouderwets, traditioneel, dat de commissaris van de koningin, de koning, dat die dan in feite voorstellen. Dus de procedure, ja, daar heb ik gewoon bedenkingen tegen. Maar in dit geval denk ik van, nou, dit is gewoon goed uitgepakt en nou, prima. Maar het kan anders. Het kan anders. Ja, ja, zeker. Ja, ik vind gewoon dat het democratisch is om een gekozen burgemeester te hebben. En in al onze omringende landen is dat gewoon een feit, alleen in Nederland niet. Ik vind gewoon een burgemeestersfunctie moet iemand zijn met bezieling voor de plaats waar zij burgemeester willen zijn. En dat is heel mooi. Ja, zou je dan ook vinden dat daar ook een opleiding aan vooraf zou moeten gaan? Voordat iemand burgemeester zou kunnen worden? Ja, ik denk in de eerste instantie wel dat de bevolking heel goed in staat is om een goede keuze te maken. Mensen moeten het ook willen natuurlijk. Hè? Je moet er tijd voor hebben. Je moet daar de bezieling voor hebben om dat te kunnen doen. En ik denk dat de mensen dan heel goed kunnen kiezen. Dus dat is één ding wat ik vind. En ja, misschien moet er dan wel een cursus komen. Hoe word ik een goede burgemeester? Het lijkt mij een rotbaan. Gewoon, je bent openbaar lichaam. Je krijgt een cursus linten doorknippen. Je bent om de havenklabooi opgezadeld met een 50-jarige bruidspaar. Ja, nee, dus dit is wel een roeping. Zouden er niet iets meer taken zijn die dan? Er zijn ook wel meer taken. Maar ik vind vaak dat burgemeesters te vaak ook opgezadeld worden met politiek gevoelige zaken. Dat betekent dat je dan heel geforceerde toestanden in de gemeenteraad krijgt, waarbij een burgemeester die portefeuillehouder is om een bepaald dossier demonstratief zijn ambtsketen afdoet. En dan als portefeuillehouder het woord gaat voeren. Ik vind dat dat niet moet kunnen. Ja. Omdat als je dus politiek verantwoordelijk bent voor een bepaald dossier, kun je erop worden afgerekend. Ja. Een burgemeester kan niet worden afgerekend, dus dit is gewoon een schijnvertoning. Precies. Ja, dus we hebben de gemeenteraad daarvoor, hè, om gewoon te zorgen dat onze stad of dorp bestuurd wordt. Maar wat zou de burgemeestersfunctie dan nog in moeten houden? Nou, ik vind voor een burgemeester bijvoorbeeld, als we het hebben over hier bijvoorbeeld Rivierenland en over gemeente Neder-Betuwe, is een burgemeester kan en moet een uithangbord en een vertegenwoordiger zijn van die gemeente. Dit moet iemand zijn die straks bruggen slaat naar andere gemeentes op het gebied van samenwerking, eventueel op termijn een gemeentelijke herindeling en noem het maar op. Die moet daar gewoon een basis leggen, goedwil. Het is een ambassadeur van de gemeente. Precies. Op alle fronten. En die zou dan politiek neutraal moeten zijn ook? Nou, dat hoeft niet. Alleen iedereen mag zich daarvoor opgeven. Dus dat is een verhaal erachter. En kijk naar Geldermalsen bijvoorbeeld. Daar is ook een burgemeester, met alle respect. Ze zal heel goed haar best doen, maar ze had totaal niet met het asielbeleid in de gaten wat de bevolking van Geldermalsen wenste. En daar gaat het dan helemaal fout. En dat is gewoon heel jammer. Je moet voelsprieten hebben met je gemeente, gevoel, en daar moet je leiding aan geven. Ja, ik vind het iets te gemakkelijk om daar alleen aan de burgemeester de schuld van te geven. Want kijk, de burgemeester is natuurlijk wel verantwoordelijk voor openbare orde, veiligheid en ook vaak voor asielzaken. Maar aan de andere kant, als daar die fouten zijn gemaakt, heeft die hele gemeente, inclusief wethouders en de gemeenteraad, liggen slapen. Zij was eindverantwoordelijk, maar ja. Het is iets te makkelijk om alleen die Zwarte Piet bij haar neer te leggen. Nee, dat ben ik wel met je eens, maar aan de andere kant is het zo, je hebt de hele raad die daarvoor gezorgd heeft, maar het is ook aan de burgemeester om te zorgen voor contact met de burgers. En dat is daar dus bijvoorbeeld ook niet geweest. Het was zo van, we maken een plan en we voeren dat wel uit. En dat is heel jammer. De burger moet meer geïnteresseerd zijn en betrokken bij wat de burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Dus een gekozen burgemeester. Dan raken ze geïnteresseerd. Ja, zeker. Nou, daar ben ik dus niet mee eens dat per definitie een gekozen burgemeester dat dan beter is. Want je zet een of andere dwaas zet je op een praalwagen en die rijdt door het dorp heen. En als hij er dan goed uitziet en die heeft dan een echt spannend verhaal. Nou, dan gaat iedereen die gaat los en die stemt dan voor die burgemeester wat niet zegt over de kwaliteiten. Kijk, nu heb je nog een soort vangnet waarbij een commissaris van de koningin kan zeggen van, nou, we halen een aantal mensen door een zeef. We kijken gewoon of daar de geschikte persoon bij is. Mm-hmm. Als we dus overgaan, als we dan dat gaan doen, dan krijg je een soort populistisch verhaal. Dan zou je een soort type Trump, zou je dus gewoon hebben. Die zou burgemeester kunnen worden. Die zou burgemeester kunnen worden.
En ja. Dus, nou, daar zie ik dus echt helemaal niks in. Maar het probleem, dan zou je moeten kijken naar een soort tussenvorm. Ja. Waarbij... Maar de mensen die door de zeef gehaald worden, dat zijn geen mensen die zelf kunnen solliciteren. Het gaat erom die mensen die in die zeef zitten, die komen uit Den Haag en die worden partijpolitiek benoemd. En daar zit het probleem. Niet alleen. Als je dus naar kandidaten kijkt voor burgemeester, er zit van alles zit daartussen. Er zitten partijbonzen tussen, oud-burgemeesters, wethouders, maar ook mensen vanuit het bedrijfsleven. Alleen, die hebben vaak wat weinig kans om het te worden. Precies, ja. Goed, het zou dus allemaal wel anders kunnen. Jij zou nog een mooie burgemeester kunnen worden. Nou, wie vanuit weet. Het ik ben voor. Dus, ik ben voor. Nou. Dankjewel. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En volgende week zijn wij er natuurlijk weer.